Hey, succes hè, met die toverburger. We gaan in de rij staan. Ik wist het is niet te vreten. Oh, je bent al geweest. Dat is echt heel goor. Heel Politiek Den Haag gaat hier dus aan de tofu-burger, terwijl het land in de fik staat. Wel een beetje maf, toch? Nou, inderdaad. We hebben een energiecrisis, een stikstofcrisis, een wooncrisis. We hebben oorlog in de Oekraïne die wij aan het financieren zijn. Dit is een serieuze boodschap aan onze minister-president Mark Rutte en de Rutte 4. Ik sta hier met een paarse krokodil. Met een hele ernstige boodschap dat er 95.000 kinderen, waarvan kinderen gewoon teruggeplaatst kunnen worden, naar huis moeten gaan. Maar het is niet voor de grap dat wij hier met een paarse krokodil staan. En als jullie hier even willen meekijken. Waarvoor ik eigenlijk gekomen ben, is dat wij een hele ernstige en serieuze boodschap hebben aan de Tweede Kamer, aan de overkant. En ook al sta ik hier zo, aan de weg, en met een aantal mensen hier zo, deze microfoon en mijn stem gaat straks heel Nederland bereiken. En dat is geen grap, want ik ben al 5 jaar openbaar mijn onrecht op Facebook aan het vertellen. Zelf heb ik minister-president Mark Rutte 2 maal persoonlijk ontmoet. En ik heb ook een persoonlijke brief van Mark Rutte gehad. Maar hij stuurt mij naar het kluitje van het riet. En ik ben namelijk Emily Passemiers uit Middelburg, moeder van 4 kinderen. En ik ben niet de moeder die je na 32 rechtszaken kan wegsturen. Mijn kinderen mogen al 5 jaar niet een middagje naar huis. Mijn dochtertje, Jada Moon, is op 26 juli 2019 op zeer barbaarse en brute wijze en onmenselijke wijze uit mijn douche weggeroofd. Dat is live op Facebook gegaan, dat filmpje is viraal gegaan, dat is meer dan 200.000 keer gezien en meer dan 2.000 keer gedeeld. Toen heeft de hoofdbestuurder van de William Schrikker Groep een zaak tegen mij aangespannen en moest het filmpje van internet af. Alles kreeg ik dwangsommen van 500 euro per dag. Als je op YouTube Emily Passemiers indrukt, kun je nog altijd het filmpje zien. Ook de documentaire die op Nederland 2 is geweest met Goeie Moeders, heeft een filmmaker aan mij gevraagd om het uithuisplaatsingsfilmpje te mogen uitzenden. Het is nog een stap verder gegaan. Een vriend van mijn vriend heeft gefilmd hoe de Zeeuwse politie, nadat ze mijn dochtertje uit de douche kwamen halen, hoe de Zeeuwse politie mij naakt in mijn eigen straat hebben afgevoerd in de gevangenis. Mijn dochtertje Jada Moon was vanaf haar geboorte, 16 augustus 2018, tot 26 juli 2019, 24/7 bij mij. Dus sinds haar geboorte tot bijna 1 jaar. En sinds die dag dat ze Jada kwamen halen, is ze nog steeds niet naar huis gekomen. Dit zijn voorbeelden van hoe het in Nederland gaat in de jeugdzorg. Dit is geen zorg, dit is gewoon beroving. Maar het gaat niet alleen om mijn zaak, het gaat om 95.000 andere kinderen. En heel veel ouders zijn moe. Ze zijn niet zoals de jeugdzorgmedewerkers, dat ze massaal op het Malieveld gaan staan en om meer geld. Nee, de ouders die zijn zo moe gestreden, die durven niet meer om een eenheid te vormen. Die denken, ja, alles werkt niet meer, de Nederlandse rechtsstaat werkt niet meer. Het zijn toch allemaal schijn- en showprocessen. Maar je moet juist laten zien dat je je kinderen terug wilt. Je moet als moeder en vader vechten om je kinderen weer thuis te krijgen. En hier aan de overkant, de Tweede Kamer, hoort in te grijpen nu. En daarom sta ik hier. Dus mensen kunnen hier lachen, met weinig mensen komen staan. Maar ik kom uit Middelburg en ik sta hier met een paarse krokodil. Met een hele ernstige boodschap dat er 95.000 kinderen, waarvan kinderen gewoon teruggeplaatst kunnen worden, naar huis moeten gaan. Nou, ik heb even een plaatje van 5 minuten. Ja, ja, ja.
Vindt u het niet een beetje maf dat mensen zoals u nu bezig zijn met dit soort dingen, terwijl letterlijk het hele land in de fik staat? Ik denk dat het een beetje een rare tegenstelling is. We zijn elke dag echt knalhard bezig om te zorgen dat we iets gaan doen aan die energieprijs voor mensen. Dat we meer duurzame energie krijgen. Ik loop nu wel even naar buiten om even een veganistisch biefstuk te halen. Wat ook een beetje kan helpen inderdaad. Bij dat we dingen als het stikstofprobleem en energieprobleem oplossen. Leg eens even uit, want ik weet niet wat dat is. Die kun je gebruiken om je uitstoot in op te vangen. Okay. Want er is onlangs een geheel nieuw Natura 2000 gebied toegewezen. Dat kunnen jullie achter jullie zien. Ik zal even meegaan. Kijk, want... Ik loop met je mee. Zoals jullie zien... bevinden zich hier kikkers. Kikkers behorende tot de hoofdsoort Anura. En de aanwezigheid van Anura in een natuurgebied is voldoende reden om het aan te wijzen tot het gebied van communautaire belang. Dat betekent dat er aan de tand is dat er een moet worden. Ja, en hoe? Het filmpje allemaal online. Als burgers hun vrijheid zijn verloren, dan is de staat hooguit medeplichtig, maar nooit hoofdschuldig. Want Abraham Kuipers heeft gezegd dat hoofdschuldig, dat is de bevolking zelf die het heeft laten gebeuren. En daarom zeg ik ook, kom in opstand, we mogen dit niet laten gebeuren. En daarom moeten we een groep mensen die ziet wat er gaande is, nog groter zien te maken, die mensen met elkaar te verbinden, zodat we samen een sterke vuist kunnen maken waar niemand nog omheen kan. Graag gedaan. Ja. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Ligt niet. Wat normaal maken is, wat niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.